Vandaag zijn we met de camera in Zuidbroek aanbeland. En daar vinden we Jacqueline Laros. Voor ons was het een openbaring, iets heel nieuws. Dus kijk met ons mee. Jacqueline, je hebt een prachtige plek hier om te wonen, maar ook om te werken. Kun je iets vertellen van wat je maakt en hoe je dat doet? Ik maak balpentekeningen. Dat is een beetje ongebruikelijk in de kunstwereld. Er zijn weinig mensen die dat doen. Ik gebruik een eenvoudige balpen en daarmee ga ik vrije vormen maken en soms figuratief. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, als kind ben ik altijd al enorm creatief geweest. Ik maakte overal wel wat van hout, van papier. Ik zat altijd te knutselen. Ik maakte van oude kettingjes maakte ik weer oorbellen. En op de middelbare school ben ik begonnen met striptekeningen, cartoons. Ik tekende de leraren na en dat kwam dan in de schoolkrant. En dat vond ik een heerlijke bezigheid. Daarnaast maakte ik muziek en schreef songteksten. Aan het eind van mijn middelbare schoolperiode is eigenlijk dat vrije tekenen begonnen. En op een boekenkaft eigenlijk. Ik had altijd blanco kaftpapier van dat stevige kartonachtige spul. En daar maakte ik dan tekeningetjes op. En ik voelde eigenlijk altijd wel dat is iets van mij. En dat is, wat ik eerder deed was altijd dingen namaken. Maar dat was helemaal mijn eigen dingetje. En wat doe je als 18-jarige? Je gaat na je examen, ga je werken. En dat heb ik 22 jaar gedaan. En de tekenen raakte eigenlijk steeds meer op de achtergrond. En na een lastige periode ben ik gestopt met werken. Ik denk, ik heb daar niet meer genoeg voldoening van. Het was een moeilijk dilemma natuurlijk om een keus te maken tussen zekerheid en een onzekere toekomst, maar ik heb toch voor mijn passie gekozen en uiteindelijk ben ik het tekenen weer gaan oppakken wat je al ziet in de huidige vorm zoals het nu is. Dat is wat ik nu doe. Als ik zeg opleiding, dan heb je dus een heleboel geleerd, maar en niet via een academie of wat dan ook. Nee, helemaal niet. Nee, ik was altijd chaotisch en dwars en niet echt een alledaags kind, dus ook niet echt meegaand. En leren, dat was niet echt aan mij besteed. Dus ik wilde eigenlijk alleen maar doen. Laat mij het maar gewoon doen. Horen, zien en doen is de beste leermethode voor mij. Ik vind het heel opmerkelijk. Ik heb het nog nooit eerder gezien. Heeft iemand anders ooit zo gewerkt, dat je weet? Nou, geen idee. Ik heb het niet in die vorm gezien. Ik zie wel eens mensen die dat met bijvoorbeeld met verf doen en ook echt een hele aparte dingen maken. Maar echt hetzelfde in die vrije vormen en in die schaduwen die alle kanten uitgaan. Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Dat geeft je een heleboel vrijheid, denk ik. Ja, en dat is wat ik nodig heb. Dat is wat ik nodig heb om in balans te zijn, om rust te hebben in mijn hoofd. En hoe vaker ik hiermee bezig ben, hoe evenwichtiger ik word eigenlijk. Als je druk bent in je hoofd, of er gebeurt van alles, kun je dat ook zien terugvinden in je werk? Ja, zeker. Ja, de tekeningen, met deze vorm van tekenen kan ik visualiseren wat er zich in mijn hoofd afspeelt. Dus eigenlijk heb je een inkijkje in mijn hersenpan, om het zo maar te zeggen. En de hele drukke vormen, de ingewikkelde patronen, die geven dus aan op momenten dat ik ook met van alles en nog wat bezig ben om aan het verwerken of waar mijn gedachten zijn. En op het moment dat er eenvoudige lijnen ontstaan, dus een soort verbindingen, met de patronen, dan zie je dus dat alles aan elkaar gekoppeld is, dat alles met elkaar te maken heeft en dat er dus ook evenwicht in kan ontstaan. En zo krijgt zo'n tekening dan ook echt evenwicht. En je hebt het over wat er in je hoofd gebeurt, maar emoties? Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met emoties. Emoties fladderen nogal bij mij van de een naar de andere kant. En dat probeer ik dan op deze manier te verwoorden, te tekenen.
Je moet ons straks maar eens even aanwijzen waar we iets in terug kunnen vinden wat je bezig heeft gehouden. Je werkt heel veel met dezelfde kleuren, maar af en toe zie ik ook kleur, echt kleur. Ja, ja, dat is een kwestie van uitproberen. Ik heb verschillende pennen uitgeprobeerd, gelpennen, gewone balpennen, kleurenbalpennen. Ja, het is toch zoeken naar nieuwe dingen ook steeds. Dus ik blijf me wel ontwikkelen daarmee. Mm-hmm. Want ik ben niet alleen maar van het blauw, maar ik wil ook zeker kleur aanbrengen. Ja. Zoals we hier nu zitten, achter jou hangt een prachtig schilderij, moet ik het zeggen. Of een tekening, moet ik eigenlijk zeggen. Die handen, vertel daar eens iets van. Ja, het zijn mijn handen. En ik heb een beetje moeite moeten doen om ze zelf te fotograferen, want ik doe alles helemaal alleen. Dus de camera ging in de kast en met afstandsbediening ging ik ervoor staan en zo tekenen en net zo lang gefotografeerd of fotograferen, net zo lang voor die camera gaan staan met een afstandsbediening om dat goed op beeld te krijgen. En uiteindelijk is dat gelukt naar mijn zin en heb ik ze op het doek gezet. En dat zijn dan je handen. Ja. En daarboven, daar zit een heleboel in de lucht. Maar wat heb je daar voor idee bij gehad? Ja. Wat heb je in de lucht moeten hangen? Nou ja, mijn gedachtegang. Soms zet ik van tevoren wat schetsen op. En soms ook niet. Dan gaat het eigenlijk als vanzelf. Dan laat ik het gewoon zichzelf maken, zeg maar. Maar ik wilde wel die verbinding maken vanuit mijn handen komt dit werk. En het heet in de hand. Ik heb het in de hand, zeg maar. Mm. Dus er ontstaat een bepaald evenwicht. En daarmee ga ik verbindingen leggen tussen alle onderdelen. Deze lijnen, die lijnen. Het zit eigenlijk allemaal aan elkaar vast. Zo bijzonder dat het zo ontstaat. Ja, sommige mensen vinden dat, vinden dat niet zo volgens de regels van de kunst. Maar ja, het is mijn gevoel en ik doe dit en daar word ik blij van. En ik hoop een heleboel andere mensen ook. Je moet het dus af en toe laten zien. Heb je geëxposeerd? Ja. De eerste expositie was een particulier gebeuren bij iemand in de tuin. Daar werden heel veel kunstenaars uit het hele land uitgenodigd en die mochten allemaal een kraampje neerzetten. Ik ben in 2009 ben ik in Radio Kootwijk geweest, winter op Radio Kootwijk. Daar heb ik 3 dagen geëxposeerd. En ik heb de Hamermolen nu 2 keer gedaan. En Dok Zuid is net afgelopen, daar heeft het 6 weken gehangen. En in november ga ik naar Italië, naar Bologna. Daar hangt het dan voor 2 weken. Dan mag ik 4 kleine werkjes meenemen. En samen met heel veel kunstenaars uit de hele wereld. Die ook allemaal werkjes van 20 bij 20 meenemen. Gaan we daar exposeren voor 14 dagen. Je gaat er echt zelf naartoe? Ja, ik ga er een paar dagen naartoe. Ja, geweldig. Mm-hmm. Daar heb ik heel veel zin in. Hoe is dat ontstaan? Hebben ze je ergens gevonden? Of, Ja, de curator heeft mij benaderd. Ja, zij heeft mij ergens gevonden op internet. En ze heeft me een heel lief briefje gemaild. Van, we vinden je werk zo mooi en wil je alsjeblieft naar Italië toe komen? Of wil je meedoen met die expositie? Mm-hmm. Nou, natuurlijk heb ik daar ja op gezegd. Wel heel bijzonder hoor. Heel spannend ook. Ja, want dan wordt het ook echt internationaal. En mensen uit heel veel verschillende landen kunnen het werk zien. En dat is natuurlijk wel iets heel bijzonders. Wat is jouw droom voor de toekomst? Mm. Mijn droom is om met dit werk te kunnen door blijven gaan tot in lengte van dagen. En ik hoop heel veel mensen hiermee blij te kunnen maken. En ik hoop daar ook echt uiteindelijk een beroep uit te creëren. Ik moet er nu natuurlijk nog bij werken, maar ik hoop wel in de toekomst iets met dit werk te kunnen gaan doen, zodat mensen daarvoor in de rij gaan staan, bij wijze van spreken.
Ik wil nog even terugkomen op wat je in het begin zei. Muziek, doe je dat nog steeds? Ja, ik speel nog steeds in een band bij Monin. Monin was vroeger met Flavium een van de bekendere bands uit Apeldoorn. En sinds de 90er jaren speel ik als toetsenvrouw mee. Dus daar ben ik ook hartstikke blij mee. Dat is heel creatief. Nog steeds, ja. Dat zal ik nooit overgaan. Nog één ding. Er staat hier een werk van jou. En daar zie ik een portretje. Een kind. Dat vind je leuk om te doen, portretten? Dat heb ik vroeger veel gedaan. In de middelbare schoolperiode heb ik veel portretten gedaan. Ook wel eens in opdracht. Dat begon eigenlijk met het tekenen van beroemde personen met een marker, met gewoon een stift. En later heb ik echt met potlood portretten gemaakt. En dan ook zo mooi mogelijk en zo echt mogelijk. Ja, en die heb ik zelfs ook aangeboden aan beroemdheden als Fats Domino en Pia Beck en Jaap Dekker bijvoorbeeld. Ja, dat was ook wel heel bijzonder. Weer een ander stukje van je. Ja. Leuk. Ja. Ik denk dat wij nog heel veel van je zullen zien. En horen dus. Zeker. Heel veel succes. Dankjewel.